Jos Leekes, wij halen hier de 3 punten. Bent u het eens met de analyse van uw collega? Ik ben, moi je suis toujours le même avis que mon collègue que j'apprécie beaucoup déjà des années. C'est vrai que c'est un match très équilibré, un match difficile. On savait d'avance que Charleroi joue un très bon football. Et on savait qu'ils vont créer certaines occasions. On a tout fait pour éviter notre défaite, mais c'est vrai que ça fait du bien. Après le match contre Westerlo, on a gagné ici et certainement maintenant le deuxième match affilié qu'on a gagné, ça fait du bien. Il y a encore du travail à faire. Dus ook voor ons natuurlijk hoe je uit die stop komt. En uiteindelijk heb ik moeten een beetje kiezen voor veiligheid op het einde. Dan heb ik nog Ingerson binnengebracht. Omdat er toch een aantal kansen waren. We hebben dan vergeten dan de ruimtes te gebruiken die we konden gebruiken. Want ze speelden echt voor die 3 punten. En wij zijn erg blij dat wij die 3 punten thuis hebben gewonnen. Zij moesten of wij wouden. En ik heb al die uitslagen een beetje bekeken. Allemaal 0-1, 1-0, 0-0 en zo verder. Dus het zijn allemaal uitslagen die een beetje aan elkaar hangen en heel kort op elkaar. En dat hangt altijd van details af. Zoals mijn collega zegt, als je dan de kansen afmaakt. Als je kansen niet afmaakt natuurlijk, dan heb je problemen. Nu moeten wij zaterdag, kunnen we toch al iets relaxer naar Mechelen gaan. En ik dacht dat zij de wedstrijd thuis tegen Sint-Truiden hebben. Dus we kijken naar onszelf. We kregen op een bepaald moment een beetje problemen op ons middenveld voor wat dat overwicht te houden. En dat lukte wat moeilijker. Maar heel blij met dat die supporters die 2 overwinningen achter elkaar. We hebben er niet zoveel gehad, dacht ik. 2 overwinningen achter elkaar thuis. En ja, nu op naar de wedstrijd van KV Mechelen. Kilian Overmeijre had voor de wedstrijd wat last van de rug. Ook tijdens de wedstrijd leek dat te komen opzetten. Ja, hij moest er eigenlijk vanaf, maar doordat ik mijn laatste vervanging moest doen en je weet wat er dan gebeurt, heb ik dat niet gedaan. En Kili kan doorbijten. Ik zal wel enkele dagen met inspuiting gespeeld. En je kent onze captain, die kan wel wat pijn verbijten. Ik denk niet dat het gevolgen zal hebben, maar ja, het was mijn laatste vervanging. En ik heb gevraagd voor door te bijten, die heeft dat ook gedaan. Dus ja, top kerel, top mentaliteit. Want hij was absoluut noodzakelijk voor die organisatie te houden. Oké, dankjewel. Zijn er nog vragen?